Ik verbaas me nergens meer over. Nee, zeker niet als het de politiek betreft, beste vrienden. Want die blijven maar raar doen daar in Den Haag. Heb je dat gehoord? Ik hoorde het voor het eerst op het journaal. En daar kwam het bericht langs. En er werd gewoon gezegd van, ja, Schiphol had gevraagd of het leger had kunnen helpen. Weet je nog, met die chaos op Schiphol van de zomer. En die hadden, in juni hebben ze dat al aangevraagd. En daarna vroegen ze in september nog een keer, kan het leger niet helpen? Zodat we niet al die lange rijen hebben op Schiphol. En, hè, want ja, het leger, die hadden daar bijvoorbeeld, die konden helpen met fouilleren. Of die konden helpen met, als die tassen na een scan nog een keer nagekeken moeten worden. Dat had het leger allemaal kunnen doen. En dan hadden er dus heel veel mensen hun vluchten wel gehaald. En dan hadden er dus ook niet zoveel vluchten geannuleerd geweest. Kortom, dat was de vraag gewoon. Kan het leger helpen? En wat was het antwoord uit Den Haag? Die zeiden nee hoor, dat kan niet. Nee, nee. En die kwamen met allerlei, met geneuzel, met argumenten, waar je dus werkelijk knettergek van wordt, vrienden. Ja, want die zeggen dan van, ja, maar dit is een commercieel bedrijf, Schiphol, en daar kunnen we het leger niet voor inzetten. Nee, dat kan niet. En het is ook een precedentwerking, want dan kan een ander bedrijf ook aanspraak maken op hulp van het leger. Allemaal dus. En de beste was, ja, het leger is geen duizend dingen doekje. Dat was er ook eentje. Nee, weet je, in Den Haag. En of dat nou die politici zijn, of die ambtenaren, het kan mij niet schelen. Helemaal geschift daar. Want nee, we zetten het leger niet in. Nee, we laten gewoon de Nederlander, die laten we gewoon zijn vakantie naar de knoppen helpen. Nee, die laten we daar gewoon lekker 4 uur in een rij staan op Schiphol. Ja, nee. En zoek het allemaal maar uit, Nederland, met je onzin. En we sturen niemand. Nee, natuurlijk niet. Denk het middelvinger naar iedereen. Dat is wat Den Haag heeft gedaan. Jullie moeten gewoon allemaal opschrijven. 10.000 keer. Wij zijn er voor de Nederlanders en niet voor onszelf. Hé, schrijf dat op in Den Haag. En ga maar vast beginnen. Hé, stel het je maar af, Kees, hè.